zondag weer Dwarsliggers gepresenteerd door Ten Duif. Waarbij het eerste exemplaar weer uitgereikt aan Bas van der Zwaan, bekend van het programma Onderweegs van L1. Bas, mag ik jou dit overhandigen? Nog een keer, ik vind het eer om dat aan jou te mogen doen. Alsjeblieft. Ten, op de eerste plaats gefeliciteerd met de presentatie van dit boek. Dankjewel, dankjewel. Het is niet jouw eerste boek, hè? Nee, dit is het tweede boek. Ik heb hiervoor een kinderboek geschreven. Wijsmuts is jarig, dus dat is weer iets heel anders. En dat was het dochter ook een succes, hè? Ja, dat is goed ontvangen. En het leuke daarvan vind ik dat ik vooral van kinderen veel leuke reacties gehad heb. Het was heel leuk om te doen. Ja, dit boek Dwarsliggers, waarom deze titel? Ja, Dwarslegger is eigenlijk verwijst dat naar één van de verhalen. Het is een boek met 15 korte verhalen. Eén van die verhalen is Dwarsligger. Dat vond ik wel een belangrijk stuk uit het boek. En daarom heb ik dat zo genoemd. En de tweede reden is, als je goed leest dat degene den, zeg maar de schrijver van dit boek is, dat hij wil nog wel eens een beetje dwarsliggen. Vandaar den titel. Verder is het boek rijk geïllustreerd en dat is ook door een bekend iemand gedaan. Ja, het boek is geïllustreerd door Ted Lensen uit Tienrooi. En Ted den, illustreert ook in de Pelemaas iedere week met Durak. Je gaat ook iets doen met de opbrengst van het boek, hè? Ja, klopt. De opbrengst gaat naar twee goede doelen. Het eerste goede doel is de speelgoedbank in Venrooi. Dat is, voor de mensen die het nog niet weten, daar kunnen kinderen van gezinnen die niet in staat zijn zelf cadeaus te kopen, zeg maar cadeaus krijgen. En het tweede goede doel is de urnemuur in Oerlo en Brum Oerlo, omdat dat mijn geboorteplaats is. Daar ben ik uiteindelijk, kom ik uiteindelijk vandaan. Vandaag dus het boek Dwarsliggers gepresenteerd. Het is ook te koop. Waar is het overal te koop? Ja, het werd in Oerlo huis aan huis verkocht en bij Café den Terp. En in Venrooi is het te koop bij de Bruna, bij Primera, bij Rooiboek en in het VVV-kantoor hier in het museum, in het Venroots Museum. En de kosten dat valt met, dacht ik, hè? Ja, is 10 euro voor het boek. Ja. En het is ook een beperkte oplage, dacht ik, hè? Ja, het is zo dat er 500 exemplaren zien. En dus het kan zien dat het uitverkocht, laat het dus hopen, zul je goed zien voor de goede doelen. Ja. Zo meteen, dames en heren, bestaat er natuurlijk de mogelijkheid om dat boek dan ook eindelijk zelf echt aan te gaan schaffen. En ik heb begrepen dat de schrijver bereid is om met iedereen even een kort praatje te maken en zelfs het boek te signeren. Blijft hangen. Ik vond het fantastisch dat u er was. Voor straks wel thuis. Dank u wel voor uw aandacht. En tot ziens.